otra vez. Aquí la tengo otra vez. Diciendo que quiero otra vez. Een hele goede morgen. Ik zit in mijn eentje in de auto. Op de vroege ochtend. Het is ook alweer onderhand 8:45. Ik ben onderweg naar Maastricht, want vandaag ga ik meelopen met een professionele stucador. Ik had aan John gevraagd, die zijn eigen hele huis aan het verbouwen. Dat ga ik jullie allemaal zo meteen laten zien. Die heeft een boerderij opgekocht, dat is helemaal aan het verbouwen. En vandaag heeft hij de tijd om aan zijn eigen huis te werken. Dus ik had gezegd van, kan ik misschien een dagje meelopen, kijken hoe nou de echte professioneel stuukt. Ik kan ook een hele hoop dingen van leren ook. Dus daar ben ik nu onderweg naartoe en dan gaan we een leuke dag van maken. Aangekomen in het mooie Maastricht. Er komt ook nu net toevallig een vliegtuig over, die kun je niet zien. Maar ik ga naar binnen, want het regent. Goed, we zijn aangekomen. Ik heb er dus even een broek gekregen van John. Die heb ik even aangetrokken, want hij zei, met die spijkerbroek kan je niet stukken. Hey John! Hey Daniel. Hoe is het nou? Ja, rustig aan hè. Je was al begonnen met stukken? Ja, klopt. Loop even naar de andere ruimte, want John is hier al een stuk begonnen aan het plafond. Kijk, en dit wordt dus de slaapkamer van de dochter van John. Ja, echt mega groot. En hij is nu het hele plafond aan het instukken. Hij is al begonnen met rijen, voor de mensen die weten wat dat is. Kijk, deze muren die zijn al gedaan. Echt super strak, super netjes ziet het eruit. En dan loop ik dus even naar de plek wat ik mag gaan doen vandaag. Hij zegt, ja, we doen even een klein plafondetje. Nou, ik denk dat het al een heel plafond is. Ik ben benieuwd hoe ver ik ga komen. Want ik heb überhaupt nog nooit een plafond gestuukt. Dus hij zei, ja, we gaan gewoon met een plafond beginnen. Rustig aan. Kijk, en ik loop nu op de stijger die hij heeft opgezet. En hier heb je dus al die gipsplaten. En al die gipsplaten die hebben nog van die kleine naten. Die richels ertussen, die moeten dus opgevuld worden met dit spul. Ook nog nooit gedaan, want ik heb nog nooit op een gipsplaat gestuukt. Spanje doen we gewoon op de metselmuurstuk en that's it. Nou, ik ben ondertussen al een klein stukje begonnen met dit spul. Dat heb ik dus overal op die naad gedaan, dat is helemaal klaar. Hier ook, en hier heeft hij ook even een stukje tegenaan gestuukt voor de hoek. Dat die filler blijft zitten. Dus we gaan nu stuksel aanmaken en dan gaan we met echte werk beginnen. Nou, John, leg even uit. Hoe doe je dat? Ja, je gooit die zak er gewoon in. Ik laat ze ook een beetje zinken, zo zie je. Oké. Weinig stof hebt. Dus dan hoef je nog altijd een beetje gips hier in dat gat. Dus de manier hoe ik hem had opengemaakt, dat... Ja, dat kan ook. Maar ja, het is veel te veel werk. En ook moeilijk om te laten zinken. Kijk, die gips hier. Dan zit ik met die hele zak. Maar het zit erin, het zit ook op mij, kunnen jullie zien. John is nog helemaal schoon. Ik had niet verwacht dat het zo snel ging. En John? Ja, zeker. Hij zit al te lachen. Want, hij wil zien hoe ik dit ga doen. Dus we gaan nu rijden. Nou, zeg maar hoe ik moet hem niet te hard op je rijden, je moet natuurlijk, ja. Nee. Je moet even losjes eroverheen halen. Ja, want ik had hem de vorige keer, toen ik hem gewoon recht, maar je moet hem dus een beetje... Ja, een beetje zigzakken, dan smeer je die gaten ook wel dicht, ja. Oké. Okay. Nou, we gaan het zien. En trek je hem dan, loop je helemaal door naar achter? Nee, en dan pak je hem nou een keer die kant, hè. De andere kant zo uit, hè. Hier, vanuit de hoek, hè? Weer terug aan de hoek, hè? Ja, hier zo. Ja. Nou, van hier weer terug, een baan langs. Haal je dit even nog af of blijf je gewoon erop zitten? Ja, als je het zo kun je nog een keer laten gaan. Ja? En dan weer zo. Ja. De beweging is wel goed. Ja, is wel oké? Ja, ja.
stuk weer. En dan loop je hem zo even na. En al die gaten wat er nou zitten, ja. Dan gaan we daar met die overtonige spies, die gaan we door aanvullen. Aanvullen, ja, ja, ja. Dus ja. Dan doe jij hem even met de rijlaat en ga ik hem weer aanvullen. Oké. Okay. Ja? Goed. Nou, zo dus. Nou, begint ergens op te lijken, of niet? Ja, voor de eerste keer. Voor de wagen. Nee? Nee, het ziet er goed uit. Ja, we hebben, ja wat gaan we nu verder doen? We, hebben nu nou, we laten hem nou even staan. Die geven ze even een beetje tijd geven. En dan gaan we daar nog een keer naar rijden. Oké. Ja, doen we nog een keer het samen. Hè? Ja. Dus wat we net eigenlijk gedaan hadden met die lange lat. Alles even een beetje gelijk trekken. Nog niet helemaal super strak. En daarna weer met spekkers. Ja. En daarna weer met spekkers. Ja. Ja, dus het is nog niet super strak. Kun je hier een beetje zien. Maar dat maakt dus nog niet uit. En dan zei je van, laat hem nog heel even staan, 5 minuten. Dan gaat hij nog even werken, het gips. Ga hem zo meteen nog een keer narijden, dan wordt hij nog iets strakker. En dan gaan we hem nog een keer helemaal natrekken met het spekmes. En dan nog een keer natrekken. Ja, dat is echt vakwerk, hè. Voor nu, John. Ja, zeker. Telefoon. Het zit erop. Zo, John. Ben je een beetje tevreden? Ja, super. Ja? Ja. Dat is je eigen stukwerk, hè? Ja, ja, ja. Mede door jou, hè? Ja, mede, ja. Het is toch wel van Milan, hè? Ja, dat ook inderdaad. Als jullie niet weten wie Milan is, dat is dus de zoon van John. Het wordt zijn slaapkamer. Dus hij zei al eigenlijk van, ja, als het niet zo strak is allemaal, dan maakt het toch niet uit, het is toch van Milan. Dus maar je bent wel een beetje tevreden met hoe ik ja, dus je leert snel, dus ja. Dus nou ja, dit is dus helemaal af en het is ook helemaal afgewerkt. Ja, het is echt super strak. Ik kon dus ook vandaag eigenlijk meekijken hoe John dat helemaal dus afwerkt, want wat ik dus had gedaan in Alkmaar, ja, is toch wel even anders. Het is toch wel professionele koek, zeg maar. Dus het was een hele goede leer om mee te lopen met een echte professionele stucadoor eigenlijk. Normaal gesproken doet John dit in een paar uur, zegt hij. Dus en nu omdat ik natuurlijk erbij ben met al mijn vragen, dan duurt het allemaal wat langer. Het is ook ondertussen alweer donker buiten. En er zit gewoon nog een beetje stuksel op mijn telefoon, zie ik ook nu op de cameralens. Maar voor John is dit normaal gesproken binnen een paar uur klaar. En nou, ik heb nog nooit in mijn hele leven zo'n groot stuk gestuukt eigenlijk. Maar ik ben ook echt tevreden en ik heb een hoop geleerd ook. Je ziet ook echt mooi die lijnen erin. Dat vind ik echt super nice. Daar zie je hem ook helemaal lopen. Heeft hij ook allemaal tips voor gegeven. Dus ik heb weer een hoop geleerd vandaag. Er is een tijd van komen en er is een tijd van... gaan, hè. Die tijd van gaan is nu gekomen, hè. Ja, ging toch wel snel voorbij, hè, zo'n dag. Ja, zeker, zeker. Was hier om... 10:30. Te laat was ik hier? Ja, zeker. Veel te laat. En het is nu, hoe laat is het? Het is nu volgens mij 9:30. Half tien, ja. Ja, ja. Ja, het zijn toch wel weer 12 uurtjes. Ja, niet 12 uur gewerkt, hè. Veel uitleg gehad, hè. Ja, veel gezeten ook. Ja. Ja. Niet veel onthouden. Ik wil je super erg veel bedanken voor alle uitleg. Top. Van het stukken. Ik ga het proberen op te slaan. Het was een hele hoop informatie. Dus ik ga ook proberen meer te stuken bij andere mensen. Dus met jouw kennis. Goed, komt zeker goed. Ja, dus nogmaals, super bedankt. En ik ga weer op naar huis. Het is ondertussen 12:30. Luna past hier ook niet. En ik ben helemaal kapot. Het was ook nog een stuk rijden vanuit Maastricht helemaal hier naartoe. Hoeveel kilometer is dat al niet? 174 kilometer volgens mij. Jezus, hè. Ja. Dat is wel een ervaring rijker, hè? Ja, echt heel veel geleerd. Dus, op de nieuwe auto. Ja, dus als jullie nog wel thuis iets van gestuukt willen hebben of zo. Stukken door te draaien, Daniels. Daniels. Ja. Als je het echt strak wil hebben.
Nee, dat is dan van John, die mag je niet pikken. Zei hij dat? Als je het echt nee, dat staat op John zijn bus. Hè? Ja. Als je deze video leuk vond, doe even een duimpje. Of die nou zwart of blauw is. Maakt niet uit. Klik er gewoon even op. Ja. Vergeet natuurlijk niet te abonneren. En een leuke hieronder. Opmerking. Ja. Jurgen reageert ook al overal op die opmerking altijd, toch? Ja, honderd. Jurgen kijkt altijd alles na. Ja. En dan zien we jullie morgen weer. En dan zeggen we altijd... Toedeloos!